Hoe verloopt het proces van een verkiezing? Een verkiezing begint al een maand of zeven, acht voordat het op de plank komt. Zo lang? Zo lang van tevoren. Uh, we starten altijd met het uh, opvragen van uh, potentiële kandidaten. Mm -hmm. Dat doen we met een speciale voordrachtcommissie. In die voordrachtcommissie zitten eigenlijk altijd mensen uit de regio of uit de gemeente waar we de organisatie doen. En dat zijn mensen met een enorm netwerk, bijvoorbeeld uit bedrijvenkringen, uh, uit. Uh, naar de, 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 de bedrijfsfunctionaris ja. Ja, van, ja. van de gemeente. Nou, eigenlijk mensen met een netwerk. En die gaan gewoon om zich heen kijken van... hé, hey, wat, uh, wat hebben wij in de aanbieding deze keer? Hmm. En dan vervolgens uh, gaan we met die selectie naar een speciale jurycommissie. En die selecteert dan uh, ja, per categorie drie genomineerden. Nou, die categorie die verschillen nog wel eens even... Per gemeente of per regio waar, waar gewoon een sterke voorkeur ligt of waar meer aanbod in is. Ja, en uh, hoe kom je zeg maar op de lijst uh, voor, uh, uh, om voorgedragen te worden? Ja, eigenlijk zou je gewoon jezelf voor kunnen dragen. Uh, meestal doen we een oproep in de media. Mm -hmm. En uh, natuurlijk die voordragcommissie die om zich heen gaat kijken. Maar uh, het is ook zo dat eigenlijk iedereen die voorgedragen wordt, langs dezelfde lat van uh, criteria gehouden wordt. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit op welke manier je er komt. Je wordt op, de, op een gelijke manier beoordeeld. De, het is natuurlijk wel uh, eigenlijk iedere keer een beetje uh, appels en peren vergelijk, of niet? Ja, dat, uh, dat wordt wel heel vaak gezegd. Dat klopt ook. Um, als je kijkt naar MKB, ja, daar zijn zoveel verschillende bedrijven in te vinden. En hetzelfde geldt voor grootzakelijk of voor uh, een uh, starter. Je kunt natuurlijk met van alles starten. Iedereen moet een keertje starten. Het gaat erom dat uh, juist de mensen bij ons zich uh, allemaal winnaar kunnen voelen. En dat kan door het appels- en peren-concept. Ja, Zou je drie fietsenmakers naast elkaar zetten, dan heb je altijd uh, twee verliezers als er eentje wint. En als je drie hele verschillende bedrijven hebt waarvan de eentje wint, dan is er altijd nog zoiets van: ja, oké, okay. maar de anderen zijn ook goed in hun ding. Ja, ja qua concept is dat natuurlijk extra sterk dan. Ik denk het wel, ja. ja. Want uh, iedereen mag het uh, ervaren als een feestje en mag er trots op zijn. Ja, dat is ook de doelstelling. Ja. We gaan luisteren naar Bill Withers. Hier komt Lovely Day.